Beste kijkers, de kickbokser Regian Irsel komt naar Suriname. Deze vechter heeft op 25 oktober 2019 onder de Surinaamse vlag de ONE Kickboxing World Championship gewonnen. Via Skype zullen we een gesprek hebben met de twee trainers van Regian, te weten Paul en Vincent Pengel. En zij vertellen ons meer over deze kickbokser, Regian Irsel. Hij heeft op 25 oktober vorig jaar de ONE Lightweight Kickboxing World Championship gewonnen. Bestaat er internationaal veel belangstelling voor zo'n championship? Iedereen wil bij man. Van bij man komen alleen maar kampioenen te vechten. Je moet dus kampioen zijn van een grote vechtsportorganisatie. Wil je bij man komen vechten? Het is niet zoals bij Glory, alle respect voor Glory. Het is ook een grote vechtsportorganisatie. Maar bij ONE moet je kampioen zijn bij een grote vechtsportorganisatie om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd. Oké. Heb ik begrepen de bijnaam van The Immortal? Waarom eigenlijk? Hij heeft zichzelf gegeven naar aanleiding van opmerkingen van jongens waarmee hij traint. En vroeger werd hij koolhydraat genoemd omdat hij heel veel energie had. Mijn broer kan er alles over vertellen, want die heeft het meegemaakt. Beginwedstrijden. Beginwedstrijden was regen zo. Als je aan het vechten was, de bel ging. En dan is het meestal een minuut pauze. Meestal nam je een slokje water. Dan stond je alweer in het midden. Klaar om te vechten, terwijl zijn tegenstander nog bij moest komen van het gevecht. Dus toen werd hij koolhydraat genoemd. En naarmate hij zeg maar naar de props toe ging, kreeg hij de naam Immortal. Oké, heeft op 25 oktober vorig jaar de ONE Lightweight Kickboxing World Championship gewonnen. Wat voor een kampioenschap is dat precies? Bestaat er internationaal veel belangstelling voor zo'n championship? ONE is op het ogenblik de vechtorganisatie waar ieder kickboxer en MMA vechter bij wil vechten. Ze zijn heel groot. Vooral in Azië zijn ze heel groot. Ze hebben potentieel kijkers van 1,2 miljard mensen. En gemiddeld kijken ongeveer, als er een gala van ze is, iets van 60, 70 miljoen mensen kijken dus als er wedstrijden zijn. Gemeenten over de hele wereld. Iedereen wil bij WAN. Maar bij WAN komen alleen maar kampioenen te vechten. Je moet dus kampioen zijn van een grote vechtsportorganisatie, wil je bij ONE komen vechten. Het is niet zoals bij Glory, alle respect voor Glory. Het is ook een grote vechtsportorganisatie. Maar bij ONE moet je kampioen zijn van een grote vechtsportorganisatie om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd. Dus het is kampioen tegen de kampioen. Vandaar ONE Champion. Zijn fanbase is in Azië en met name China. Hoe komt het dat hij zoveel fans daar heeft, terwijl hij in Europa woont? Dan zal ik vertellen, in China heeft hij 8 gevochten. En van de 8 wedstrijden in China heeft hij 7 knock-out. Dat was op een gegeven moment zo. Er zijn 1,3 miljard Chinezen. En de organisatie kon geen tegenstander meer voor hem vinden. Amerika, waar hij wereldkampioen Lion Fight is geworden, Muay Thai, hij heeft hij 5 keer gevochten en alle 5 op knock-out. En op een gegeven ogenblik konden ze daar ook geen tegenstander meer voor hem vinden. En ja, toen kwam de kans bij ONE Championship. En daar heeft hij het ook geflikt om kampioen te worden van de wereld in K1. Daar vind ik gewoon een hele grote eer. De Surinaamse overheid, absoluut, ons, of hem dan wil ontvangen en ook als het kampioen wil eren. En daar bedank ik voor. Ja. Hartelijk voor. Ja, zeker. Respect. Dat mag gezegd worden. Oké, heren, bedankt voor het feit dat jullie de training hebben moeten onderbreken om ons te woord te staan. Dat is geweldig. En heel veel succes daar. Oké. Ja, jullie ook bedankt. Oké. Mocht die titel behouden, dan horen jullie dat ook weer. Ja, zeker weten.